Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Je zult wel denken van, goh, op maandag komt er geen video online, maar ik heb vandaag een extra vlog voor jullie. En ik ga straks even vertellen hoe dat zit en waarom. Maar ik neem jullie dus gewoon weer mee in de winkel en met allerlei leuke dingen maken. Ik ga beginnen met boeketten maken, dus daar neem ik jullie ook mee. En ja, je zult zien wat de week ons verder brengt. Zo, de winkel staat ondertussen vol met boeketten, zoals je achter me ziet. En ik ga zo eventjes beginnen met het uitpakken van nieuwe DIY-ondergronden. Ik heb heel veel leuke dingen besteld in industriële stijl, want ja, dat gaat eigenlijk altijd heel goed. En dat vinden jullie altijd heel leuk, dus die ga ik zo even uitpakken en dan ga ik er nieuwe ideeën mee verzinnen. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat ik het vaak, als ik het koop, al wel een idee heb. Dus de boeketten zijn klaar en gaan we verder. Ik vertel net al over nieuwe ondergronden en ik heb gelijk een DIY pakket mee opgenomen. Echt super leuk in kerst met verlichting op verschillende manieren te gebruiken. Echt heel gezellig. En vooral nu het zo donker wordt, want het is nu ook al pikdonker buiten. Kijk hoe leuk dit staat. Ik zal hier ook het lampje aan. Dit wil je toch straks gewoon in huis. En deze zijn ook echt heel leuk geprijsd, dus ook leuk. En hierboven heb ik hem ook hangend. Ook heel leuk. En ik denk als jullie deze vlog kijken dat hij al online staat. Dus dan zou je even kunnen kijken als hij nog niet uitverkocht is. Dus echt super tof. En dus in twee kleuren. Met groen. En hier is wat meer met bruin goud. En je kan natuurlijk zelf aanpassen met allerlei kerstballetjes die je kunt ophangen. Dus super leuk. En ik vertel dus al dat deze vlog extra is. En dat heeft alles te maken met Chiquel. Ik mocht weer wat items toevoegen, want ze hebben een speciale actieweek. En anders hadden jullie geen vlog gehad. Maar de actie gaat vandaag in, zoals ik heb begrepen. En ja, de actiecode en zo zet ik hieronder. Maar ik heb dus vier items weer uit mogen zoeken. En dat heeft alles te maken dan met Black Week. En volgens mij is het dan vrijdag Black Friday, als ik het goed heb. Met superleuke items waar ik er heel blij mee ben. Allereerst echt een superleuke grote trui. Een oversized stoere trui. En lekker warm, vooral hier ook in de winkel. Super blij mee. Oh, en is met dat zachte stof van binnen. Superleuk. Ik zal ook even wat aanfoto's laten zien. En voor het nette, niet in de winkel, maar wel voor wat netjes en nette blouse. Ik heb bijna alles in S of XS. Heel gaaf, een witte blouse. Ik kreeg ook heel veel reacties op de blauwe blouse van de vorige keer. En ik vind sowieso die blouse echt super mooi. En nu heb ik een beetje een witte variant. Volgens mij is het wel een iets ander model. Maar die blouse van de vorige keer was een beetje in deze kleur. En ik heb heel veel reacties op dat mensen dat leuk vonden staan.
En ik dacht, een lekkere warme trui is natuurlijk altijd goed. En met een mooi werkje erin. En ik vind cognackleur en bruin ook echt een leuke trend dit jaar. En dat is deze, een beetje een basic, maar heel leuk. Ik draag heel veel colletjes en dat soort dingen in de winkel. Dus dit vind ik heel leuk om te combineren met bijvoorbeeld een bodywarmer of wat dan ook. Want dat draag ik meestal in de winkel. Dus super leuk. Ik ben er weer blij mee en ik denk jullie ook, want daardoor is deze vlog vandaag online. Dus dankjewel Chiquelle weer voor de items en de kortingscode staat hierin. En de linkjes vind je trouwens in de beschrijving. Dus jullie zien mij morgen weer. We gaan even verder met binnenzetten. En ja, we gaan morgen weer verder. Het is ondertussen de volgende dag en dit is de nieuwe trui. Ik zal hem even wat uitzoomen. En hij is echt nog leuker dan ik dacht. Maar we gaan buiten zetten, want we zijn wat mee bezig. En ja, ik ga lekker gewoon vandaag weer aan het werk. Ook nog wat kerst uitpakken. En we zijn bijna klaar met de kerst, dus dat is fijn. En dan de winkel nog een beetje netjes maken en wat bloemwerk maken vandaag. Dus kijk gewoon gezellig bij mee. Als jullie bepaalde dingen hebben die jullie graag willen zien, laat dan vooral weten. Want dan kan ik dat met jullie delen. En vanmorgen is er, ik heb net ook de video klaargezet die straks online komt. Met een half uurtje, dus dan ga ik daar nog even van de slag. Dus kijk weer gezellig mee. Voor wie denkt dat ik alleen maar leuk werk doe, dat is het helaas niet altijd. Namelijk wat inpakken, daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Zoals deze glaasjes van het adventstuk. Die worden allemaal apart in bubbeltjes plastic gepakt. En ik heb ook allerlei mos en dat soort dingen ingepakt, zal ik ook even laten zien. Dus ja, dat hoort er ook gewoon eenmaal bij het inpakken van de DIY pakketten, wat natuurlijk super leuk is. Kijk, hier zitten dan allemaal mos pakketten. En ik verpak alles eigenlijk apart, want ik wil gewoon dat het super goed verpakt is met vervoeren en dat soort dingen. En hier zitten allemaal losse materialen, zoals krammetjes en wat bijmateriaaltjes in. Dus daar ben ik nu eventjes bezig ter voorbereiding. En voor de rest meng ik gewoon verder voor de winkel en maak allerlei bloemstukjes. Maar goed, het is al zaterdagmiddag en het is al bijna 3 uur, dus de dag is ook alweer bijna om. Het is echt snel gegaan deze week en ik neem jullie volgende week gewoon weer. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende week en ik ga de bloemen in de stelling zetten. Kijk, zoals nu is het nog mooi schoon en leeg. Gisteravond heb ik dit nog even aangesloten. Hoe gezellig, nu hebben we echt in alle hoekjes hebben we lampjes. Maar ik ga dus de bloemen in de stelling zetten, buiten zetten. En vandaag hebben we heel veel pakketten in te pakken, maar dan ook echt heel veel. Dus we gaan gauw aan het werk. Ik ga al aan de slag. Wel echt een leuke dag. En de winkel is echt wel mooi. Met al die kerstdingetjes. Dat maakt toch wel weer gezellig. En er komt nog wel weer meer bij. Maar vandaag staat vooral in het teken van inpakken. Dus ik ga de bloemen erin zetten. En dan gaan we gauw verder. Zoals je achter me ziet gaan we echt wel heel erg lekker. Het staat mooi vol met dozen. Hier om het hoekje. Daar staat al wat klaar. En hier gaat het nog verder. En dan hier ook nog. Dus dat is het begin. Ik heb gelukkig vandaag hulp van de stagiaire. Dus dat is heel fijn. En we hebben net nieuwe bloemen binnen. Die staan hier allemaal weer in emmers. Dus die gaan we ook in de winkel zetten. En we gaan gauw verder. Het is vandaag niet zo'n heel interessant dagje. Maar ik laat jullie morgen wel weer andere dingen zien. Goedemorgen, daar zijn we weer. We gaan buiten zetten en vandaag is wel een beetje een speciale dag, want het aquarium gaat eruit. Zoals jullie weten hadden we een aquarium met allemaal piranha's, maar die wordt vandaag eruit gehaald. Het is wel een beetje een spannende klus. En er komt aan deze wand alleen maar kerstballen, dus dat is ook wel leuk. En ik wilde eigenlijk bovenaan lampjes doen. Dat is natuurlijk super gezellig, maar wel een beetje spannend als hij verwijderd wordt. Maar goed, een beetje een verbouwing in de winkel, maar we gaan ons best doen. Ik sta even bij de pallet en ik ben wat dingen aan het uitpakken, want ik ga binnenkort een video opnemen waarin ik mijn eigen huis omtover tot kerst. En daar heb ik deze voor. Ik had eigenlijk verwacht dat ze iets meer koper zouden zijn, maar ze zijn wel echt heel mooi. Het is meer richting goud. Past ook bij mij in huis hoor. Zo heb ik nog meer
mooie dingen binnengekregen. Maar dat gaan jullie later allemaal wel zien in de webshop. Maar misschien dat ik... Ja, deze wil ik al eventjes gauw aan jullie laten zien. Dit is echt heel leuk. Kijk, deze prachtige kazenstandaard in dat cheetah panzerprint. En die heb ik in heel verschillende soorten besteld. En ook in kerstballen. Maar dat zien jullie dus binnenkort in een andere video. Waarbij ik mijn huis ga omtoveren in kerstsfeer. Dus echt al super veel zin in, want ik vind het echt prachtig. Zoals je kan zien ben ik ondertussen aan het inpakken. Maar we hebben de winkel ook hier leeg gemaakt. Zodat het aquarium eruit kan. Oeh, dat viel ik bijna. Net goed. Kijk, dat is helemaal vrij. Zodat de doorgang naar het aquarium, dat hij eruit kan. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het toch wel een beetje spannend dat hij er weer uit kan. Het klinkt hier nou gewoon helemaal hol. Maar goed, we gaan het straks natuurlijk weer mooi opvullen met kerst. Ik ga even verder met inpakken. En ja, morgen ga ik jullie echt wel meer bloemwerk laten zien. Dus dat is natuurlijk voor jullie ook leuk. En om de winkel gaan we dan het gewoon helemaal klaarmaken voor kerst. Nou, het aquarium is eruit. Ja, hij is in ieder geval uit de winkel. Maar ze zijn hem nog aan het opzetten. Zo spannend. Zoals je kan zien. Maar hij is hier in ieder geval uit. Dus hier kunnen we verder. Jongens, dit wordt gezellig. Kijk, ik ben ook al even de kerstverlichting aan het ophangen. En het moet nog even allemaal goed op kleur. Want sommige dingen hangen niet goed op kleur. Maar dit is toch leuk. Wat gelijk een hele andere winkel. Goedemorgen. We zijn ondertussen wel 2 dagen verder, dacht ik. Want gisteren was het gewoon zo bizar druk. Niet aan het filmen toegekomen. Maar ik heb net wel een hele leuke DIY opgenomen. En die vind ik echt fantastisch. Die ga ik zelf ook in huis zetten. En als jullie kijken, is die... wat was dat de vorige video? Dus als het goed is, hebben jullie dat al gezien. Ik denk dat die snel gaat. Maar goed... Ja, ik heb er wel heel veel van voorraad, maar dat zegt op het moment helemaal niks. Wat natuurlijk voor mij super goed is en super leuk, maar ik wil hem wel even laten zien. En ik ga zo eventjes de winkel vegen en bijlen, dat is heel hard nodig. Want ik heb gisteren echt weer super mooie bloemen binnengekregen. Echt de stelling, ik hou ervan. Kijk dan. Wat een kleurenpracht, allemaal weer mooi op kleur. Dus ik ga straks even, want de vloer is aardig vies daardoor. Even vegen en dweilen en dan ga ik heel veel bloemwerk maken. Dus eindelijk het bloemwerk voor jullie. Dit is het geworden, hè? Ik vind hem echt fantastisch. En je kan de lampjes op verschillende manieren eromheen doen. Je kan hem bijvoorbeeld ook echt alleen daaromheen doen of strak om het frame. Je kan er alle kanten mee op en je kan hem ja, zo druk maken als je zelf wil. Maar ik vind hem echt heel leuk. Boeketten staan mooi vol. Ik heb net al wel weer wat verkocht, maar goed, er staat genoeg klaar. Ik ga nu even leuke bloemstukjes maken en dingetjes op glas. Thank you.
Goedemorgen, het is zaterdag en we gaan weer verder waar we gebleven zijn. Met onder andere bloemwerk, kerst en dat soort dingen. Dus kijk nog gewoon eventjes mee. En we zien weer wat de dag ons brengt. En Sinterklaas natuurlijk in ons land. En vandaag komt hij ook hier in Gramsbergen aan. Dat is goed langs de winkel, dus dat is superleuk. Ik hoop dat ik, ik hoop tenminste dat hij langskomt, maar ik denk het wel. Maar wat natuurlijk leuk is voor Sinterklaas, als Sinterklaas kijkt. We hebben natuurlijk ook heel veel leuke schoencadeautjes. Leuke kerstballen, maar ook leuke decoratie voor echt hele leuke kleine prijsjes. Ook voor in de schoen en zo. Want ja, mama en papa moeten natuurlijk ook wat leuks in de schoen. Dus mocht Sinterklaas kijken, eventjes een tip, dan kun je dat vinden in onze webshop. Ondertussen wordt hier hard geknutseld voor Sinterklaas. En ik ga nu weer boeketten maken. Nou, de week zit erop. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Geef even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk gratis. En je kan natuurlijk die kleding van Chiquelle shoppen met de code die hieronder staat. Het is 40-50% op de hele collectie uit mijn hoofd. Ik weet het eventjes niet meer. Maar ik zet eventjes de code hierin en dan kun je op de hele webshop shoppen. Dus dat is natuurlijk super leuk. En dit is mijn favoriet trouwens. Met heel veel rotzooi op de grond. Maar ik hoop dat jullie weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!